U bent adviseur voor ondernemers. Samen met de ondernemer bepaalt u wat voor hem het risico van arbeidsongeschiktheid is. Wanneer het nodig is om dit te verzekeren, dan helpt u de ondernemer bij het maken van de juiste keuze. Er zijn veel verschillende aanbieders en producten. Daarom is het van belang om goed stil te staan bij de ingrediënten die bepalen hoe de prijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot stand komt. Dit maakt het voor u makkelijk onderscheid te maken tussen de aanbieders en verzekeringsproducten. Laten we het uitleggen aan de hand van het bakken van een taart. Taarten zijn er in veel verschillende soorten, smaken en zijn luxe of juist minder luxe. Maar het begint bij alle taarten bij de basis, de cake. In de cake mix worden een viertal basisingrediënten gemengd. Elke bakker heeft zijn eigen stijl, waardoor de cake anders zal zijn. Dit geldt ook voor verzekeraars. De manier waarop zij met de basis van de verzekering omgaat, is bepalend voor de prijs de afhandeling van claims en de stabiliteit van de verzekeraar. Om een goed vergelijk te kunnen maken, gaan we uit van het begrip passende arbeid. Daarbij wordt gekeken hoe zeer uw klant arbeidsongeschikt is voor passende arbeid. Er wordt dan gekeken naar de krachten en de bekwaamheden van uw klant. Wat kan uw klant, gezien de lichamelijke of psychische beperkingen nog aan? Voor welk percentage kan hij geen werk meer verrichten in beroepen die passend zijn, rekening houdend met zijn opleidingsniveau, werkervaring en salaris. Vervolgens kijken we naar de ingrediënten. Arbeidsdeskundigheid. Heeft de verzekeraar een eigen arbeidskundige dienst? Kent zij de vakgebieden van uw klanten? Of maakt ze gebruik van een externe, meer gestandaardiseerde arbeidskundige dienst? Hoe werkt die arbeidskundige dienst? Gaat zij uit van het feit of uw klant een inkomstenderving heeft? Of stelt zij de schade vast op basis van het feit dat uw klant niet meer in staat is zijn beroep uit te oefenen? Medisch. Wat is de kwaliteit van de medische dienst van de verzekeraar? Zijn het eigen mensen of is het een externe partij? Hoe stelt zij zich op bij medische acceptatie en afhandeling van claims? Hoe gaat zij om met risico's? Strooit men met uitsluitingen, toeslagen of herkeuringsbepalingen? Acceptatie. Hoe schat de verzekeraar de risico's in? En op welke manier vertaalt ze dit in de premie en aanvullende voorwaarden? Deelt ze haar werkwijze met de adviseurs, zodat die weten waarop te letten bij de advisering? Claims. Op welke wijze gaat de verzekeraar met een claim om? Toont zij zich behulpzaam en gericht op een oplossing of werpt ze veel drempels op? Hoe werken de arbeidsdeskundigen en de medische dienst met elkaar samen? Wat is het track record van succesvolle reïntegratie en afhandelen van claims? Wordt de schadereservering actief in de gaten gehouden en eventueel aangepast wanneer een claim ingaat of reeds loopt? Al deze ingrediënten leiden tot de basis van de taart, de cake. Maar de ene cake is de andere niet. Een goedkopere cake is vaak meer standaard en smaakt meestal toch minder dan verwacht. De duurdere cake is vaak ambachtelijker en dat proef je direct. Die smaakverschillen worden niet opgepikt door een vergelijkingssite op internet, terwijl dit wel vaak het vertrekpunt van de klant is als het gaat om de prijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zie u zelf als een onafhankelijke foodcritic met een goed ontwikkelde smaak? En het vermogen om het onderscheid tussen de aanbieders en hun producten te zien.